een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi en ik zitten achter in de auto. Wij zijn onderweg naar het Radboud. Jordi heeft een gehoortest. Een Bera-test noemen ze dat. Dus hij moet dadelijk slapen. Dus vandaar dat ik achter in de auto zit. Want ik moet hem wakker houden. Dus op het moment dat hij dadelijk in slaap gaat vallen, moet ik mijn best doen om hem wakker te houden. Niels is aan het rijden. Ja. En eens even kijken of we hem wakker houden. Want normaal valt hij wel in slaap als we in de auto zitten. Dus dat. Wij zijn nu in de wachtkamer voor het Bera-onderzoek. Hij krijgt zo dadelijk plakketjes op zijn hoofd. En dan krijgt hij een fles. En dan gaat de test beginnen. Als het me gelukt is, dan zie je er nu een foto van. Wij zijn inmiddels terug van het ziekenhuis. De gehoortest was super goed. Hij had meer dan dat wij dachten dat hij hoorde. Ja. En hij hoeft zijn baren voorlopig niet op. Tenzij wij dadelijk merken dat hij minder hoort. En dan moeten we hem weer opdoen. Wij zijn nu onderweg naar de stad. Want we hadden zaterdag geen schoentjes kunnen vinden. Dus die gaan we nu zoeken in de stad. Dus we zijn benieuwd wat we tegen gaan komen, Niels. Mm-hmm. En we moesten ook nog een blouse voor Niels halen, dus daar gaan we ook gelijk even naar kijken. Dus, en Jordi. Ja! Jordi zit lekker. In zijn karretje. In zijn karretje. Hopelijk slaapt hij nog even. Want het was niet echt het juf van net wat hij geslapen heeft. Ik had hem mee de rijden. Oh, je zijn allemaal zo vlak. Jordi krijgt lekker zijn flesje. Ja, we hebben vandaag wat gewinkeld in de stad. Morgen moeten we nog even terug voor schoentjes. We hebben lekker op het terrasje gezeten. Ja, was gezellig hè Jordi? Lekker soepje gegeten. En net nog even bij Natasja en Miep enzovoort gezeten. En nou gaat Jordi lekker slapen. Hopen we, denken we. Maar hij zal moe zijn. Ja, ik denk het ook wel. Het was in ieder geval een... Vanochtend hadden we dan goed nieuws gehad. Hij hoort beter dan dat hij zelf aangeeft. Dus dat betekent dat meneer Oost-Indisch doof is. het heeft waarschijnlijk ook gewoon met Down te maken. Dat hij gewoon niet... Niet de capaciteit heeft, omdat hij... Voordat hij buisjes kreeg, want hij heeft buisjes. Voordat hij buisjes kreeg, had hij gewoon een vrij hoog gehoorverlies. En nou is dat verlies in principe te verwaarlozen. Ja, dan heeft hij geen versterking nodig door middel van een gehoorapparaat. Ja, klopt. Dus, en als hij de gehoorapparaat wel op zou krijgen op dit moment... Is het puur en alleen als wij het idee hebben dat hij verstopte buisjes heeft, zwaar verkouden is, waardoor dat het dus allemaal niet goed doorstroomt, of dat er een buisje uit is gevallen. Dat is de enige reden waarom dat hij nou nog een baha op zou krijgen, want we hebben de baha nog wel, maar dat is puur op dit moment als nood en om te kijken hoe het loopt de komende tijd. Dus ja. Daar hebben we dus gelukkig een keer goed nieuws over gehad. Nou is Jordi dus flesje aan het drinken en gaat hij lekker naar bed. En wij gaan eventjes bank hangen, denk ik. Een hele goede middag. Ik zeg middag, want ik
nog niks vlogt. Wij gaan nu naar de stad en wij gaan de schoentjes passen voor Jordi. De schoentjes die we gisteren hebben laten bestellen. En daarna gaan we eventjes naar de winkel. Morgen is Niels jarig. Ja, dingetjes voor een huis halen. Niet dat er bezoek komt, maar hè, we doen toch wel iets extra's. En ja, verder gaan we niet veel bijzonders doen eigenlijk. Dat is ook eigenlijk de reden waarom dat ik hier de vlog heb geopend. Want ja, we hebben niet veel bijzonders gedaan. Dus dat. Ik heb vandaag niet veel gevlogd, want we hebben gewoon vandaag een saai leven. Maar ik heb wel de schoentjes van Jordi binnen. En ik vind ze eigenlijk best wel heel leuk. Ik zal ze eens even laten zien. Het zijn witte poemetjes. En gisteren dachten wij dat maat 21 te groot zou zijn. Maar hij heeft ze nu toch. Dus ik denk dat hij zijn tenen heeft ingetrokken of zo. Dat kan goed zijn. Dus ik denk dat het dat is geweest wat hij had gedaan. Nu, morgen is Niels dus jarig. Dan ga ik eventjes mijn shoottaart maken en een cake maken. Voor het geval, je weet nooit. En Niels vond dat ook wel lekker voor zijn verjaardag. Dus dat gaan we doen. En we moeten morgen eerst naar het Radboud voor de anesthesie. Voor de... Ja? Ik moest heel eventjes naar Jordi toe, want Jordi die is weer wakker. Hij was lekker bij Natasja in slaap gevallen. En die was weer wakker geworden. Dus moest ik heel eventjes helpen. Maar wat ik wou zeggen is, morgen moeten we naar de anesthesie. Voor de operatie die hij de 3 september, die hij 3 september krijgt. En als je natuurlijk meer wil weten waarom hij die operatie krijgt, stel je doet net pas inschakelen bij deze vlog. Jordi heeft heersprong. Er staat een extra video van online. Dus ik zou zeggen, kijk even bij de extra video's. En daar vind je de uitleg over wat Jordi precies heeft. En ja, ik ga dus nu heel eventjes kokerellen en alles. En dan morgen Niels jarig. De hele avond is Jordi wakker geweest. Hij was wel bij Natasja in slaap gevallen. Maar daarna is hij wakker geworden en hij wou niet meer slapen. En nu geven we hem een flesje. En hopelijk gaat hij dan slapen. Wij gaan zo dadelijk ook naar bed. En bij deze gaan we onze ups en downs ook afsluiten. Morgen is Niels dus jarig, zoals ik al eerder vertelde. En ja, we gaan niet veel bijzonders doen. Maar bij deze wel trusten. Wel trusten.